De aanwezigheid van het Natuurhuis in het Hagenpark wordt steeds duidelijker. De vrijwilligers kregen zaterdag een bodywarmer met logo aangemeten. Zo zijn ze voor de bezoekers duidelijk herkenbaar om informatie over het park aan te vragen. Behalve de werkzaamheden in de moestuin wordt ook de omgeving ervan bewerkt. Maar niet alles wordt gesnoeid, gemaaid of weggeknipt, want ook onkruid is natuur en dat mag best een royale plek hebben in het Hagenpark. Aanstaande vrijdag is de officiële aftrap van de bouw van het paviljoen. Het wordt vanwege corona een gebeurtenis van beperkte omvang. Voorafgegaan door het comité van aanbeveling, en daarin zitten mevrouw van Rechteren Limburg, Egbert ten Kate en Herman Vinkers, gaat de groep genodigden naar het park. Daar onthult de jongste scharrelkit van het IVN het bouwbord.